Vanuit het kleinhandelsgebouw in Sommelsdijk heet ik u welkom in de huiskamer. Mijn naam is Andrea Stribos en mijn gasten zijn Frans Steginga en Yvette Jansen. Ja. Welkom. Dank je. Oké. Okay. Jullie ook. Hè? Ja, ja. Niet ja. Alleen de kijkers. Frans, ik begin met jou. Jij bent de nieuwe voorzitter van Kunstplus. Ja. Voordat we daarover gaan hebben, wil je gewoon even voorstellen? Wie ben je? Waar woon je? Ja. Nou, ik ben Frans Steger. Ik woon, dan moet ik het goed zeggen, op stad. Ja. Haarvliet, hier op Goeree. De Molendijk 30B. We wonen daar nu, ik zeg ja, al bijna 2,5 jaar. Na 40 jaar in Rotterdam te hebben gewoond. En daar hadden wij ook een prachtig mooi oud huis, 1906. Waar we nu wonen is wel iets moderner. En het was een bungalow, zo kun je het noemen. Maar er is ongeveer 2 jaar geleden hebben we daar een prachtig atelier galerie aan gebouwd. En daar zijn we heel erg blij mee. Dat is eigenlijk voor Yvette, die is edelsmid. Maar ik ben ook werkzaam als kunstenaar, ook docent beeldende vakken ben ik 33 jaar geweest. In? Op een middelbare in Delft, ja. Momenteel ben ik daar teamassistent, dus ik sta niet meer voor de klas, maar ik assisteer, hè, met problematiek. Als er iets met leerlingen is, dan komen ze bij mij terecht. Dat kan variëren van toch pesterijen. Maar ook spijbelen en uit de les gestuurd zijn, een beetje de nare dingen uit de les gestuurd worden. En proberen wij daar altijd een oplossing voor te vinden. In ieder geval zijn doorgeefluik. Dus dat is een beetje mijn. Ja. En ik hoop dat ik in november met pensioen. Dan zou ik met pensioen kunnen gaan. Ja. En dan kan ik me volop gaan richten op het werk hier in stad, op stad. Oké, okay, jullie hebben een. Jullie zijn man en vrouw? Ja, ja. We zijn ook al. We zijn al bijna 45 jaar samen, ja. Want we hebben maar van 38 jaar getrouwd. Maar we kennen elkaar uit Tilburg, de lerarenopleiding, tekenhandvaardigheid. Maar ik ben Rotterdamse en Frans komt uit Helmond. We zijn toen in de 70 jaren dus naar de ja. lerarenopleiding. En hij zat natuurlijk een klas hoger dan ik. En in hetzelfde studentenhuis. Dus dat was al heel snel een klik en ja. Dat is niet meer uitgegaan. Nee, precies. Ja. dus het bestaat nog. Ja, natuurlijk. Mooi. Ja. Heel mooi. Ja hoor. En je woont nu dus ook op Vakkee ja. en hoe bevalt het? Ja, fantastisch. Nou ja, we hadden altijd wel in ons hoofd van we wilden buiten wonen. En want we woonden best wel aardig, nog in Rotterdam-Noord. Best wel een groot huis, want het waren eigenlijk 2 huizen. Dus 4 verdiepingen, 2 voordeuren, maar die muur erachter hadden we weggehaald. En ik als edelsmid had daar in het Souterrain mijn atelier. En we hebben daar 3 jongens gekregen, en dus dat is allemaal heel prima gaan. Maar we wilden heel graag tijden later buiten wonen en dan ieder een eigen atelier. Ja, en dan een soort... Ja. galerietje. Dus niet zo'n commerciële galerie, maar gewoon een plek waar we ons eigen kunst kunnen laten zien. Ja. En waar, nou, wie weet van anderen, dat was alsmaar nog een heel vaag idee. En in 2016 gingen iedereen in de straat bij ons zijn huis verkopen. Na de crisis was dat natuurlijk. Ja, ja. Dus toen dachten wij van, nou, okay, eens kijken kiebels, van wat het doet. En toen in 1 keer 3 dagen was ons huis verkocht. Ja. Dus toen ging het heel snel. En toen hebben we dus via Funda dit huis gevonden. Want we wilden dus een vrijstaand huis. En we zagen een enorme tuin dat we bij konden bouwen. Ja, en er zit een grote loods zit erbij. Ja, en dus dat hij was heeft even, al heeft een heel... Yvette een tijdje, zeg maar, haar atelier gehad. Maar nog niet ideaal, dat is het volgende project. Dus dan moet het nog geïsoleerd worden en zo, weet je wel. En dat wordt dan TZT mijn atelier. Oh, fantastisch. Zo gaan we dus dat ieder organiseren. Ja. Hele grote ateliers. En, mooi. Nou ja, en op en stad. Ruimte. En op stad is het natuurlijk toch wel, het is een klein dorp. Maar ik voel me er wel welkom. Ja. 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 Ja, ik kan het me helemaal voorstellen. Ja, dat is, als jij je geeft, geven zij zich. En als zij zich geven, geef jij je. Het zo werkt. Ja, dat hebben wij ook gezegd. Want we zitten op een eiland, maar je moet niet... ook zelf op het eilandje blijven zitten. Nee, ze nee. moet je wel een beetje, ja. Ze moeten je leren kennen en dat is ook echt wel gebeurd. Nou, zeggen. Leuk dat, zeg. Heel mooi. En dan komt misschien het bruggetje ook naar die Kunstplus. Ja, ik zit de hele tijd te denken. Jij zit te wachten op die Kunstplus. Ja.
Dus ontdekten wij van, er is hier een kunstenaarsplatform, kunstenaarsvereniging, Kunstplus. Laten we ons eens aanmelden. Eens kijken. Nou, zijn we keurig netjes gebaloteerd en allebei aangenomen. Even voor de kijker, baloteren. Wat dat betekent? Ja? Kijken of je werk kwaliteit heeft, of het goed genoeg is om lid van de club te worden, om het zo maar te noemen. Ja, ja, en of het professioneel bent. Professioneel en iets over je achtergrond. Het is niet dat je zoveel moet verdienen ermee, maar wel... Ik heb zelf als edelsmid altijd cursussen gegeven in het vak goud en zilversmeden. En daar heb je natuurlijk heel veel, vooral veel dames die dan jaren bij me zitten en die zich in één keer edelsmid. Maar dan ben je nog niet professioneel. En zo heb je het nu met tekenen, met schilderen. Want jij hebt Schoonhoven gedaan. Ik heb oorspronkelijk Schoonhoven gedaan. Ik heb eerst de leraaropleiding, maar ik wilde al heel graag... Ik wilde vroeger al, toen ik nog bij mijn ouders... Schoonhoven. Ik was al met kraaltjes, hè. Dat was in die tijd sieraden bezig. Dat is natuurlijk de stad. Ja. Maar toen hadden mijn ouders zoiets van, ja, wat heb je daar nou mee? Ga nou een vak, hè, de leraar, dan heb je een vast inkomen. Ja. Dus zodoende ben ik in Tilburg terechtgekomen. En bij Frans was het precies zelf. Die wilde naar de kunstacademie. Van, ja, daar valt geen droog brood te verdienen als kunstenaar. Hè? Zo van, nou, word een docent. Ken het verhaal, ja. Je kent het verhaal. Ik ken het verhaal. Dus vandaar dat ik dus ben gaan lesgeven en daar wel altijd nou, naast eerst, heb geprobeerd. Naar de leraaropleiding, daarna naar de kunstacademie. Naar de Rotterdam gegaan. Dat heette toen Wilde afdeling... Koning. Ja, dat heette toen afdeling BB. Beeldhouwen boetseren. Ja, afkorting. Ja, je zou zeggen afdeling BB, maar het is beeldhouwen boetseren. Okay. Arie Thewes was toen een van die docenten, Guus Romein in die tijd. En maar dat onderschrijft wel dat wat de of je professioneel bent of dat je gewoon een leuke hobbyist is. Ik wil niet zeggen dat mensen die autodidact dat ze niet professioneel kunnen worden, maar het is niet altijd een vanzelfsprekendheid. Nee. En daarom is balloteren zo belangrijk. Dat het is ook een beetje bescherming voor dat mensen zich in één keer denken van, nou, ik ben het. Ja, er zit nog wel. Ja. Je hebt een hele geschiedenis. Dat is natuurlijk een hele moeilijke discussie. Ja, hè? Is het ook. Wat is kunst? En heb ik nog een vraag. Ja. Want zoals jullie nu praten, voor jullie is kunst je leven. Ik hoor dat, ik zie dat. Heel veel mensen hebben dat niet. Wij doen ook vanuit de kerk cursussen over kunst. Mensen zeggen, ja, dat is niks voor mij, hoor. Dat is niks voor mij, daar weet ik niks van. Hoe? Ja, maar ik dat is mijn vraag. Hoe kun je het dichter bij de mensen brengen? Nou, maar ik denk niet dat kunst moet je juist niet zo afstandelijk maken. Kunst is gewoon... Maar dat is voor veel mensen afstandelijk. Nou, dat vind ik dus een belangrijk iets. Is toch educatie? Ja. Ik bedoel, tenslotte, ik heb lessen gegeven. Ja. En dan zie je ook, zeg maar, aan die leerlingen. Ik had examenklassen. En op een gegeven moment waren het toch echt... Je troont dus mee naar een museum. Ja. En toch hoor je dan van die kinderen achteraf van... mijn blik is een beetje verruimd. Van, absoluut. Ik kijk toch anders naar de dingen. He, het is toch een stuk verrijking van je leven. Ja. En dat kan ook door middel van muziek, of door middel van drama, of door middel van noem maar op. Er zijn natuurlijk heel veel manieren om... Het is wel de kers op de taart, zeggen ze wel eens. Het hoort wel bij het leven, vind ik. Wij waren vorige week in Frankrijk. We zijn nog naar Reims geweest, naar Reims. En dan loop je in die kathedraal, dat is voor de zoveelste keer hoor. Maar dan... Ik zeg heel vaak, Chagall vind ik altijd tegenvallen weer. Ik zeg heel vaak, al die kerkjes in Frankrijk, we hebben er zoveel bezocht. Grote kerken, kleine kerken, andere gebouwen. Als je niks van de kunstgeschiedenis weet, weet je eigenlijk niet waar je naar kijkt. Dat ben ik niet helemaal. Want weet je, eigenlijk is kunst, is het woord kunst is pas... zeg maar 150 jaar oud, 150 of zoiets. Vroeger was, heette ambacht. Natuurlijk, het ja. Ambacht, het was een ambacht. Ja. En waarom is Rembrandt nou zo beroemd? Omdat hij zijn eigen iets had. Maar niet iedereen zag dat, hij kon prachtig het portret, maar het was natuurlijk niet per se dat noemde men gewoon nog geen kunst. En wat maakt nou iets kunst, is het toch omdat het authentiek is, omdat het van de persoon zelf is, omdat het iets heel eigens en dat durft te laten zien. En dat is een soort gevoel wat je dan krijgt van de ene. Daarom is ook niet altijd alles wat kunst genoemd is, vind ik allemaal kunst. Nee, maar nou zeg je iets, hè, als het authentiek is. Maar ik ken mensen die heel authentiek vreselijke dingen maken. Ja, dat kan. Ja. Maar dat is smaak, hè? Ja. Nee, is geen smaak. Nee, dat heeft te maken met
hoe de kleuren zich verhouden, hoe de vlakken zich verhouden. Maar wat vind jij dan vreselijk? Nee, ga ik nou niet zeggen. Nee, dat doen we als de camera uit is. Nee, nou. Kijk, ik vind wel, en dat is natuurlijk een beetje lastig, je hebt natuurlijk museale kunst, tegenwoordig een beetje, noem het allemaal de avant-garde, daar zie ik wel eens dingen inderdaad, ook in Boijmans, dat gaat natuurlijk al een tijdje dicht, maar goed, noem even Boijmans, daar staan daar hele lappen tekst aan erbij om het uit te leggen. Juist. En dan heb ik persoonlijk, maar dat is persoonlijk hoor, praatje heb ik daar een beetje moeite mee. Ja, ik denk van, voor mij moet dat dan direct moet dat binnenkomen. Ja. Geldt ook voor een film. Van een film, hè. Trouwens, muziek is natuurlijk een medium, dat komt sowieso recht, direct binnen. Ja. Maar als daar een heel van, dan denk ik, ga dan literatuur, ga dan een boek schrijven. Ja, dat is waar. Maar dat is een beetje mijn opvatting hoor. Ja. Ik bedoel, ik wil niet zeggen dat het, dat is dan de conceptual art, conceptuele kunst. Ik denk dat het een beetje moeilijk gaat worden. Ik snap helemaal wat je bedoelt. Maar nogmaals, ik vind kunst, hè, en dat moet je in de breedste betekenis van het woord moet je het zien, ik vind het een verrijking van het leven. Ja, en mensen hebben denk ik niet in de gaten, en dan kom ik toch even naar het dagelijks leven, dat alles om ons heen gebaseerd is op dat wat er in de kunst. Ja. Hè, kijk eens naar Mondriaan. Kijk eens naar. Ja. Die hebben zo alles beïnvloed. Ja. Maar goed, dat moet je weten. En dat moet je ook willen weten. Ja, maar dat maakt het leven design, ook wat. Design, heb ik ook dingen. Hè? Dat hoort er ook bij. Van, helemaal. De voorwerpen, dingen om je heen. Ja, daar zijn we nu om even op Kunst Plus. Ja, ik wou net zeggen, we gaan nu naar Kunst Plus. Want we hebben maar 20 Kunst minuten. Kunst Plus. Ja. Want jij vroeg net aan mij, voorzitter, dan moet ik zeggen, ik ben min of meer tot voorzitter gebombardeerd. Okay. Want we waren naaster op zoek naar een voorzitter. Okay. Yvette deed al het secretariaat. Ja. Omdat ook mensen die vertrekken, hè, op een gegeven moment. Het is ook weer vrijwilligerswerk. Ja. Op een gegeven moment is het van, nou jongens, ik heb het een beetje gehad. Ik heb er geen tijd meer voor. Dus daar heeft zij zeg maar het secretariaat op er genomen. Ja, met jou in mijn. Ja, en nou zit ik dus als voorzitter met haar in mijn achterhoofd. Ja. Ja. Op een was er de laatste bijeenkomst. Ja, we hebben nog steeds geen voorzitter. Van nou was er iemand, ik ga geen namen noemen. Nee. Frans, jij bent nu de voorzitter. Nou, dat vinden mooi. Wij hier allemaal. Nou, dus vandaar, en dan woon je hier nog maar 2,5 jaar. Kun je nagaan wat je over 3 jaar bent. Ja, maar even terzijde, ik was ook Sinterklaas op stad. Kijk, dat bedoel ik. Ja. Nee, maar we willen heel graag, en daarom zijn maar we zo. Ik hoop dat kinderen het niet horen. Nee. Oh, dat moet eruit. Ja, dat moet eruit. Maar we willen heel graag, we zijn hier natuurlijk ook met een frisse moed op dat eiland gekomen. Hè. We zijn echt in een nieuwe periode van ons leven. Nou, je hebt zelf ook kinderen. Je kinderen zijn de deur uit. Ja. Hè. We zijn bijna met pensioen, Frans dan. Dus we zijn hier ook helemaal weer van, we gaan er weer voor. Ja. En met die kunst en die Kunst Plus, nou dat ging een maar beetje. Maar wat is nou Kunst Plus? Dat is een. Ja, laat zij het maar vertellen. Wij kwamen erbij dat het gewoon een groepje mensen die allemaal wel, vooral met beelden, dus schilderijen of glas of. Maar er zit gelukkig ook één muzikant bij. En ik hoop dat er met de tijd ook nog meer komen. Want we hebben nu ook twee Amsterdamse kunstenaars die nou prachtig in Oud-Dorp wonen. Prachtig werk. En die hadden ook zoiets van, het is juist leuk dat je met elkaar misschien. En we moeten gewoon kijken hoe het gaat lopen. Ja. Want wij de geschiedenis van Kunst Plus, daar weten wij eigenlijk niet zoveel van. En dat is prima allemaal geweest. Maar wat doen jullie? Wat doen jullie? Nou, we zijn wat nu kan nog de, aan het wat zoeken de, wat we met elkaar willen gaan doen. Juist. Maar we hebben al één punt wat we nu, waar we mee bezig zijn. We doen dus de kunstkijk. Dat is dus de route van op Goeree overgaan van kunstenaars. Maar vooral ook van kunstenaars van buiten het eiland. Die op bezoek zijn hier. En van Kunst Plus kunstenaars. Die dus hier op het eiland wonen. En wij wilden dus ook, dus we hadden met elkaar gevraagd, we wilden graag laten zien, wie is nou Kunst Plus? Dus nou zijn we bezig met een filmpje te maken, waar we ons presenteren. Het is nog maar een klein groepje, maar goed, tenminste, we hebben 11. We hebben nu 14 kunstenaars. Ja, we hebben van op 11 mensen hebben we opnames. En waar gaat dat filmpje dan gedraaid worden? Op de opening van Kunstkijk. En Kunstkijk is de route. Ja. Die met Hemelvaartdag, dus de opening is op 29 mei, woensdagavond 29 mei. En dit is in de Overkant in Oud-Dorp. En dan is iedereen welkom. En daar vind ik het zo leuk, want Helene de Witte, dat is de muzikant van Kunst Plus, dus een altviolist. Echt, die heel mooi speelt. En die geeft ook muziekles. En die heeft dus ook alle muzikanten die op de kunstkijkroute ook nog
optreden op verschillende locaties, die 4 dagen. Die wonen allemaal op Goeree Overflakke. Kijk. Kijk, en dat vind ik ook heel erg leuk, dat het echt allemaal van het eiland is. Maar ze heeft dus ook, ik weet niet, leerlingen en zo, die dus op de opening van de route van de kunstkijk, dus op woensdagavond komen die 4 stukken spelen. En waar is dat? Op de overkant in Outdoor. Oh ja, dat zei je. Sorry, dat had ik en, even. En dus dus 4 stukken. Dus we hebben dus muziek en we hebben Wim van Ham die doet die monoloog. Gaat ook een leuk rolletje. En, en dan komt er ook weer muziek en dan komt er ook de reizende dichters ook nog. Ook nog de reizende. Maar dat we van alle disciplines gewoon met elkaar. We maken iets. Ja. Iets. Ja. Mooi. Ja, en mooi. Dat vind ik en wel. En dat, daar zit jij van in de organisatie? Van de de werkgroep van de kunstkijk. Kunstkijk. Ja. En Frans hebben we weer tot bouwploeg. Ja, ik hang er dan jij weer een wordt beetje bij. Weet je wel, van, nee, nog een klusje, zo'n snap plusje, hem al. Dit, een plusje, maar dat Frans, allemaal doen. Ja. Jij hebt ook iets meegebracht en daar ligt ook nog iets. Maar dan mag jij weer. Die nou, vrouwen die praten gewoon jou van de tafel af. Ja, want het is toch wel aardig om iets ook van het eigen werk te laten zien. Kijk. Nogmaals, ik ben beeldhouwer. Ja. Daarnaast ben ik ook graficus. Ja. Daar hangt hier een werk. Nou, ik denk dat het in de weg staat. Het is een houtsnede. Ja. En het thema wat bij mij vaak terugkomt is zeg maar architectuur. Ja. He, dus zeg maar dat soort vormen zie je vaak in mijn werk terugkomen. Ja. He, dat zie je ook bij dit houtrelief. Ja. Ruimtelijk werk heb ik hier liggen. Het is heel zwaar. Een zwaar ding. Ja. Dus dat is een beetje het uitgangspunt. Dit is kunststof hoor. Het lijkt inderdaad marmer, is het niet. Het is een composiet. He, dus zeg maar een soort mix van kunststoffen. Behoorlijk hard, kan ook buiten. Maar nogmaals, dus dat is een organische, beetje... organische, dus de zachte vorm. Ja. En het zoeken is altijd, dat is natuurlijk het belangrijke hè, als kunstenaar. Je zoekt gewoon naar de compositie. Ja. Hè, dingen die interessant zijn. Er moet een spanningsveld moet erin zitten. Het moet ook aardig zijn om te zien. En het moet ook nog een keer aardig zijn, het moet ook aardig zijn gemaakt. En je moet het ook willen blijven zien. Ja, ja. Precies. Als je er na 3 weken op uitgekeken bent, dan is het eigenlijk niet dat zou je eigenlijk met ballotage moeten doen, een maand ophangen. Ja. En dan eens kijken en hoe dan het, kijken wat na het verloop doet. Van tijd... Ja. Maar dat is een beetje mijn werk. Ik bedoel, dat is natuurlijk meer te zien op het atelier. Ja. En tijdens de kunstkijk, dan exposeren wij natuurlijk ook. Ja, hij vooral met grafiek. Op de, ik zet hem weer even terug. Mooi werk. Ja? Mooi werk, ja. En we hopen, want Frans heeft natuurlijk vooral de laatste jaren in ons huis gewerkt, geklust. Dat hij in november, als hij echt met pensioen is, ook weer meer een heleboel tijd mooie dingen gaat maken. Ja. De ideeën zijn er, laat ik het zo zeggen. Het zit allemaal in het hoofd, maar dan moet je nog een keer gaan maken. Ja, en momenteel hebben we het heel erg druk dus met zeg maar dat organiseren van kunst. Maar ook wel heel leuk natuurlijk. Hè? En ik moet ook zeggen, ik vind het ook leuk om met collega kunstenaars om daar mee bezig te zijn. Dat is echt, we hopen ook, misschien dat via dat dit medium oproepen of we nog meer mensen lid willen worden van de kunst. Oh. En graag ook jonge mensen. Ja. Nou, zeg het in de camera zou ik zeggen. Want dus, is het beeldende kunst, dichtkunst? Nou, we hebben nog geen dichter. Nee, laten we beperken ons tot beeldende kunst en muziek. Oké. Okay. En van oorsprong schijnt ook dat de kunst, dus daar zaten muzici bij. Dus we willen graag dat mensen die, zeg maar, muziek maken... Dat die zich maar het kan een crossover. Het mag ook het mag ook audiovisueel. Ik bedoel, dat kan ook want nog. Jij vroeg wat is tegenwoordig? Video, vind dat dus ook nog kunnen. Ja. Dat is ook want jij vroeg net zeg maar de doelstelling van die Kunst Plus. Het is dus opkomen voor de belangen van de kunstenaars hier op het eiland. Echt op het eiland, de regio. Ja. Dus ook met betrekking tot eventuele opdrachten. Hè, zodat inderdaad door de gemeente of door de provincie. Dat komt voor. Hè, een opdracht wordt uitgeschreven. Dat wij dan zeg maar via, zeg maar door middel van die Kunst Plus, kunstenaars kunnen aanschrijven. Ja, voor de gemeente zijn we natuurlijk nou een aanspreekpunt. Hè? Ja. Mooi. Dus heel dat mooi. Is, Ja. En ik wil nog even daarover hebben, want ik weet niet eens hoeveel tijd we nog hebben. Maar het zal niet veel meer zijn. mooi. Ja, en het is allemaal goud en zilver. Stenen? Dit is rozenkwarts. En ik werk veel met zilver en goud. En zilver kan je een beetje mooi volume maken. En zilver, het zijn natuurlijk allemaal unieke vormen. Ja. En met goud kan je mooie accenten. Nou, dit is alleen maar in zilver. Dit is aquamarijn. En dit is ook zilver. Kijk, en zo'n plaats als hier, dat bewerk ik dan. Dat je ook een soort een handtekening erin hebt. Ja, en dit is prachtig. Met peridot en tourmaline. Ja. Die ring, En dit die is ring, die zag ik ook al liggen, ja.
Wat zit daarin? Nou, er zit dus van binnen is het goud. Ja, zo gaat dat dan. Ik kan het niet meer af. Nee, daar was ik bang voor. Nee, ja. Mooi zeg. En het zijn natuurlijk allemaal unieke sieraden. Ja. Ik werk ook wel in opdracht hoor, dat mensen met een oud goud of zo komen, dat ik daar wat mee doe. Want we hebben laatst in mijn atelier ook reizende dichters gehad. En toen kwam iemand, een van de dichters, met oud goud. En of ik in, bij een gedicht heb ik een ontwerpje gemaakt. Dus het beeldend gemaakt. Dus dat soort dingen. Maar ik doe ook reparaties hoor. Maar ja. Mijn hoofd is het ontwerpen van de sieraden. Het is ook heel zwaar hè? Ja, dat is, komt door die stenen. Ja. 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 Ja, het ziet er heel, maar dat is ook leuk, hè? Dat mensen hebben inderdaad eerst iets in een laadje liggen waar ze niks mee doen. Ja. Oud goud hebben ze misschien eens geërfd. Ja. Ja, of ook wel. Ik heb ook wel wat ik heb in het najaar. Deze lag er al en dan in mijn atelier en dan kwam iemand in die zei, ja, ik vind dit wel heel erg mooi, maar ik wil andere stenen eraan. Nou, dan heb ik zoiets. En dan ook met dat goud, dat smelt ik dan om. Dat is dan toch het oude. Dat verwerk ik daar dan in. En dan is, lijkt het daarop, maar het is toch Wat een heerlijk werk hebben jullie allebei. Ja, ja. Ja, we zijn ook heel tevreden. Ja. En waar komt die, ik wil het woord passie niet gebruiken, want dat vind ik zo afgezaagd. Ja. Maar waar komt dit grote enthousiasme vandaan? Nou, zit dat in de familie? Of? Nou, ja, dat, ik kom wel Yvette uit. Is dat wel? Bij mij is het niet direct zo, maar ik vind het, laat ik zo zeggen, ik vind het heel spannend. Om in je atelier ga je dus, je hebt een idee. Hè, en dan ga je, kijk, muziek, daar kan ik niet. Dat is gewoon lastig voor mij, ja. Maar gewoon dat componeren van dingen, gewoon, je legt iets bij elkaar, je gaat kijken van hoe. Dat is een heel spannend proces. En dat is het aardige, vind ik. Hè, dus dit. Hè, je begint er, ergens aan. Het is heel spannend. En dan ga je eens kijken van waar kom ik op een gegeven moment uit. Hè, en dat geldt ook voor die dingen, zeg maar, die reliefs. Hè, en dat is het interessante. Ja. Dat je dus echt zoekt. Het is een zoektocht. En die zoektocht die duurt. Het is er altijd. Ja. En dat is ook niet vervelend. Het is ook, nooit af. Van, het is nooit af. Nee. Dat is een mooie. Ja. Dachten jullie als kind al, dat ga ik later worden? Ik wel. Nou, ik niet. Ja. Nou, kom ik wel. Mijn moeder die heeft ook kunstacademie. En die heeft altijd als rondleidster in Museum Boijmans gewerkt. Dus ik ben al vanaf mijn vijfde is mijn moeder daar gaan werken. Dan heb ik natuurlijk altijd veel museum en alles. Maar ik wist al heel snel dat ik iets. Toen was ik nog als klein meisje. Ontwerpen, sieraden, kleding en weet ik het allemaal. En er werd bij mij thuis dus wel allemaal met klei geboetseerd, niet gekleid. Klei je mag niet zeggen. En je mag ook niet zeggen verven, hè? Nee, want ik weet wel, in die tijd had je natuurlijk, was het de tekenleraar. De was expressie. De vrije expressie. Ja, doe maar. Ja, gaan. Heb ik ook nog gehad. Ja. Moest je, hier materiaal en zoek het maar uit. Ja. Angst. Ja, vermoeidheid. Ja. En dat soort dingen. Nou, daar was mijn moeder ook altijd wel mee bezig. Maar toen kwam ik op de, dus ik was de beste van, ik heb HAVO-examen. Een van de beste van de klas. En toen kwam ik op de leraaropleiding. En dan kom je in één keer van, oh, iedereen was de beste. Dan ben je helemaal niet meer de beste. Was goed voor je. Ja, dat is wel goed voor je. Maar nou jij nog, want we moeten echt gaan afronden. Ja, tuurlijk. Ja, of mijn achtergrond? Ja, jouw achtergrond. Nou, ik wilde, of ik ik tekende wel graag. Maar niet zoiets van, nou, dat moet ik nou gaan doen. Ik wilde van de oorsprong circusdirecteur worden. Nou, dan weet toch zoiets. Je bent toch directeur nu? Nee. Zul je nou? Voorzitter, hè? Voorzitter. Ja, dat is toch zoiets. Dus, maar goed, die sector, dat moet je ook niet meer willen, denk ik. Nee, daarom. Dus het is toch wel een, maar op een gegeven moment inderdaad op de HAVO, dan, HBS jij, heb ik ook nog gedaan. Jij moest je altijd wel een beetje braaf houden. Dus natekenen. Hij moest veel thuis natekenen, want hij moest stil zijn. Maar dan leer je wel van. Ja, hij kan het beter dan ik. Ja. Je leert er wel van, maar creatief is maar niet. Maar directeur, nee, dat is het dus niet geworden. Nee. Hmm. En scheikunde had je toen? Scheikunde, dat is ook, dat kun je Je ook vader flink had gehoopt dat je bij de Shell geld ging. Bij de Shell, ja. Maar daar had geen zin in. Toen was het Nee. Ik kom tegen de crypte, gaan we mensen, niet doen. Ik vind het heel jammer, maar we moeten gaan afsluiten. Ik denk dat we nog wel een paar uur geworden, uurtjes. Ja. Dat kan gewoon. Mag ik jullie heel hartelijk bedanken? Ja, jij ook. Bedankt. En dan ga ik de kijker bedanken. Dit was de Huiskamer. Wilt u zelf een keer komen praten of kent u iemand die iets te vertellen heeft? Mail dan naar huiskamergo@email.nl.
gmail.com, sorry. De Huiskamer wordt uitgezonden door Slogo. En terugkijken kunt u via www.huiskamervanflakkee.nl. Tot volgende week.